In de Bredaanse wijk Tuinzicht stonden maandagavond veel tv's buiten opgesteld. Nederland doet hartstikke goed. Ja? Ja, ze gaan winnen vanavond. Oké. Ik zie dat jullie alles voorbereid hebben, een hoop snacks hier klaarstaan. Ja, lekker snackje erbij, ja, dat hoort erbij. Ja? Ja. En zo ga je heel het EK genieten van de voetbal. Ja. Vrij stond te bereiken. Hoeveel is het inmiddels? 2-0! Stop! Hij mag niet van de belasting. Ze maken het slag! Nee, doe maar niet. Wij moeten nog verder. Neem een ijsje, jongen. Van een joint. Nee, hoeveel kan niet. 2-0! Maar het gaat goed, dus. 2-0, jongen. 2-0. Van Basten heeft ons gewoon 2 jaar lang voor de gek gehouden. Anderen uit de wijk keken weer thuis. Het is al 2-0, zie ik. Ja, en dat 3-4-0 moet zijn. Ja. Dus Nederland doet het hartstikke goed. Perfect. Ja. Kan niet beter. Nou, met zulke trouwe supporters. Ja. Daar, ligt bijna te slapen. Dat is helemaal een trouwe daar. Hallo. We lopen eventjes brutaal binnen. Hoe gaat het met de wedstrijd? Nou, heel goed. Ja? De voetbal werd ook in het café gevolgd. Tony. Met een strenge blik. En dat is ook wel een beetje de wijze van arbitrage van deze. De grote markt van Breda was maandagavond bomvol. En toen het derde doelpunt voor Oranje viel, was de vreugde compleet. Ja!